zijn hier vandaag bij Culturele Zondag en het thema van deze zondag is uitgesproken Utrecht. En we zijn in Tivoli-Vredenburg, want hier vinden de live sessies plaats van allemaal Utrechters. Het zijn interviews met Utrechters die in het buitenland geboren zijn. En die interviews zijn tot stand gekomen door Culturele Zondagen en de Utrechtse Internetcourant. En ze worden door Dialoog Utrecht en de gemeente Utrecht ondersteund. Ja, in Macedonië is het heel anders. Macedonië is, de cultuur is het heel erg mensgericht. En hier is het gericht op winding dan. Het is consumptiemaatschappij. Ja, maak je niet zo moeilijk, weet je wel. Ik neem een beetje gas af. Ik denk dat als je een beetje... Ja, we vragen echt hier zoveel van onszelf, weet je wel. En ik denk dat die druk ligt zo hoog van wat je ook zegt... Het presteren, het moeten afspreken met iemand. Dit is wel belangrijk omdat je hier vanuit een heel fris perspectief kan kijken naar Utrecht en wat Utrecht te bieden heeft, maar ook wat Utrecht nog kan verbeteren. Ook voor mensen die oorspronkelijk uit het buitenland komen, want Utrecht wil natuurlijk een wereldstad zijn of worden ook wel, of eigenlijk nog meer worden. En dan is het wel belangrijk dat we de mogelijkheden bieden om echt in contact te treden met elkaar en om voor iedereen een plek te zijn waar je jezelf kan zijn.